Arts Award. Hij maakte zijn debuut met Bokman in 2018 en werd hierdoor hiermee genomineerd voor de C. Buddingprijs. En hij was onze eigen stadsdichter van Rotterdam in 2019 en 2020. En nu is hij hier. Mag ik het podium geven aan Dien Bouwen? Geef hem een groot applaus. Ik begin iedereen te bedanken die hier is. Toen ik gisteren pen op papier wilde zetten, want dat doe je als je een schrijver bent, om woorden hier met jullie te delen, toen lukte het niet. Want hoe schrijf je als je hand constant blijft trillen van de woede? Ze zullen zeggen, mislukte grap. Ze zullen zeggen, foute opmerking. Ze zullen zeggen, sorry. Maar ik heb niks aan excuses als het gedrag niet verandert. Ze zullen zeggen, rotte appels. Vergeten voor het gemak dat het gezegde gaat. Een paar rotte appels in de mand maakt de rest te schand. Als ik niet uit kan gaan van andere agenten die hun collega's ter verantwoording roepen, wie moet mij dan beschermen? Ze zullen zeggen, dit is de manier hoe wij met trauma omgaan. Ze vergeten voor het gemak wat dit betekent voor een gezin in rouw. Ze zullen vergeten hoe moeders met kinderen van kleur, zodra ze 7, 8 of 9 jaar zijn, dat irritante, vervelende, verdrietige gesprek moeten hebben over hoe de mensen in blauw anders naar je kijken. Hoe ze ervan uitgaan dat je schuldig bent voordat je nog iets gedaan hebt. Hoe ze gewelddadiger durven zijn. Anekdote. De eerste keer dat ik met de politie in aanraking kwam, was ik 9 jaar oud en op een basketbalveldje aan het spelen. Oma agent kwam alleen maar even langs om te kijken wat we daar aan het doen waren. Want kinderen op een basketbalveldje is verdacht, wist je dat niet? Toen ik 16 was en opgepakt werd voor iets wat ik niet gedaan had, vond de agent het nodig om de deur van de politieauto om mijn voet te rammen. Ik weet nog hoe ik mijn moeder smeekte er niks mee te doen, want 1, ik was niet bereid dat zij haar geld bleef investeren in een doodlopende zaak. En 2, wie heeft behoefte aan die hoofdpijn? Ik weet nog, toen ik 17 jaar oud was en opgepakt de dag voor Pasen, een nacht in de cel door had gebracht voor iets wat ik niet gedaan had, mijn moeder de hele nacht vooraan zit te wachten totdat ik word vrijgelaten, verhaal gaat halen en ze krijgt te horen, ja, maar weet u mevrouw, hij heeft gewoon de verkeerde kleren, het verkeerde haar en de verkeerde kleur. We weten hoe dit eruit ziet. We weten hoe waar het is in deze lokale politie. Ze zullen zeggen dat ze het niet wisten van hun collega's. Als iemand bij de politie solliciteert, gaan ze door een proces als blauwverven noemen. Dat betekent dat je opgenomen wordt in de sect. Je leert dat je je collega's ten alle tijde beschermt. En iedere vorm van kritiek is geweld, is verdacht, is je in de gaten houden, is je staande houden, is iedereen die hier is verdacht maken. Wees op je hoede. Als stadsdichter schreef ik expliciet over politieke situaties in de stad. Waarom?
Een stadsdichter moet verbinden, toch? En er waren heel veel mensen niet blij met mij. Dat komt omdat het soort verbinden dat ik probeerde te doen mensen schuldig maakte. Of in ieder geval schuldig liet voelen. Maar wat anders als ik niet anders zie dan dat er niet een gelijkwaardige ruimte is voor ons allemaal, voor iedereen. En het gaat me niet om mij. Het gaat me over Mohammed en Humaira en Quensley. De jongens die spelen op de hoek. Die spelen op het veldje. Tegen een bal aantrappen. Lachen in de zon. En altijd al verdacht zijn. Ik schreef een stadsgedicht. Want ik ben geen activist. Ik ken activisten. Ik ken mensen die hun lichaam op het spel zetten ten behoeve van deze zaken. Ik schrijf. Maar ik wil wel iets met jullie delen. Confrontaties. Voor de 5 agenten en de rest. Leer ze je beste vriend. Ken ze gevaar. Lees slechts een paar rotte appels, weet hoe het de rest te schamt. Zie Jan Smit WhatsApp groep. Lees anoniem, wit, Hollands. Het is alles dat hier thuis hoort. Niet zoals dat kankervolk, kut Afrikanen, pauper allochtonen. Zie geen consequenties. Ondervind ze zelf, want de jas, de schoenen, de auto. Herinner jezelf toen je tiener, alweer in een cel waar je niet hoorde, hoe je moeder vroeg om uitleg en het antwoord, want verkeerde haar, verkeerde kleren, verkeerde kleur, weet het mechanisme van de taal, van hun taal. Weet het eufemisme carousel, de leugens. Vraag wie zich gespiegeld ziet in de hoeders van de wet, begrijp niet van jou, want niet voor jou, want niet jij. Allemaal zijn wij beelden, gewikkeld in groen dit groene deken. Allemaal moeten veilig in de schoot van deze stad. Weet geen oplossingen vanzelf. Weet een burgervader verantwoordelijk. Hoor niet allemaal. Antwoord, maar wij ook niet. Weet het veilig van de een als de prijs voor een ander. En vraag, wie wensen wij als hoeders voor het hart van Rotterdam? Meneer Abu Talib, treed af.